heeft in verband met de corona hebben we natuurlijk een kleine bezetting. Toch willen we het vanavond wordt het heugelijke feit gevierd dat wij lokaal gecertificeerd worden voor de KNVB-opleidingen. Dus bij deze wil ik graag iedereen bedanken die geholpen heeft. Ab natuurlijk vanuit Ab van der Velde vanuit de KNVB, Harm Seinstra van de MNC Bright. Die is helaas niet aanwezig. Henry Reinders is aanwezig. Vooral ook omdat die toch wel even een beetje de basis heeft gelegd van de huidige jeugdopleiding zoals die hier staat. Waarmee we denk ik 8 jaar geleden begonnen zijn. Dus ook daarvoor onze hartelijke dank. En daarnaast ook alle dank voor het team van VVO Veen. Die heeft meegeholpen om dit allemaal met veel gedrevenheid en enthousiasme om dit allemaal mogelijk te maken. Om weer een volgende stap in onze jeugdopleiding te zetten. Een grote stap waarvan ik veel verwacht. En waar we heel erg blij mee zijn. Carlo, bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het hartstikke mooi om hier te zijn. En op het moment dat duidelijk werd dat Henry ook aanwezig zou zijn, ben ik in mijn computer gaan graven. En dan kwam ik het jaartal, jij zei 2012, maar mijn bestanden stond 2013 op. Ah. En er was een overleg met voorzitter Zuidema toen nog. En een mooie werkgroep toen ook, die eigenlijk wel, en dat ben ik helemaal met jou eens, zeg maar, de basis gelegd hebben voor de jeugdopleiding van Hoogeveen. Was net na de verhuizing volgens mij, naar het nieuwe complex. En Henry's strategie was volgens mij inzetten op aantallen. En van daaruit proberen kwaliteitsslag te maken. En volgens mij is dat hartstikke mooi uitgekomen. Ik weet de tijdsbalk toen niet meer of dat precies gerealiseerd is. We zijn nu 2020. Maar in ieder geval zijn de stappen zeker gemaakt als het gaat om de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Van 2013 inzet op aantallen. En die noemde net van 160 naar 330 jeugdleden, inclusief meiden. Dus dat is een mooie groei. Ja. Nou, toen is Barry volgens mij een aantal jaren samen met Henry nog opgetrokken. Om ook voetbaltechnisch nodig neer te zetten. Nou, en dat heeft natuurlijk een prachtig vervolg gekregen. Ja, met dit als resultaat. En jij zei terecht ook al met een hele mooie groep mensen. Hè, de groep die zeg maar deze kar getrokken heeft. Die heeft daar heel veel tijd in gestoken. Wij hebben daar ook nog weer extra tijd van gevraagd. Kritisch als we zijn, door allerlei vragen, opmerkingen, tips, ideeën die we aanreiken. Dat heeft her en der ook nog wel discussie opgeleverd, maar uiteindelijk is er een hartstikke mooi document uitgekomen. En dat was zeker de moeite waard om dat met lokaal te beoordelen. Er liggen ook zeker nog wat uitdagingen, hè, want heel veel staat op papier en er wordt zeker gewerkt om dat te vertalen naar de praktijk. Nou, daar ligt volgens mij ook de uitdaging om datgene wat je in je hoofd en op papier hebt, om dat op het veld te krijgen met alle trainers, hè, met die grote aantallen jeugdleden en kaderleden. Dus dat is een enorme klus. En, nou, mijn advies zou ook zijn om daar vooral op in te zetten en niet te snel doorontwikkelen op papier, zeg maar. Want anders heb je kans dat de praktijk achterblijft. Uiteindelijk moet allemaal op het veld gebeuren. Dus dat zou hartstikke mooi zijn. Maar ik vind het hartstikke mooi dat ik aan deze groep mensen bij deze club, een roemruchte club, en dat bedoel ik hartstikke positief, hè, met een hele mooie voetbalcultuur. Dat is volgens mij een basis om vooruit ook weer een stap verder te maken. Dus ik wil jou feliciteren met de lokale jeugdopleiding. Dankjewel. Marco, Giovanni, Henry, Ike, ook uiteraard, hè, en de rest van de mensen die er aan meegewerkt hebben. Heel veel plezier ermee en vooral doorgaan, zou ik zeggen. We gaan het zeker bekijken. Nou, Marco, hoofd jeugdopleiding. Dankjewel, super. We hebben het gedaan. Top. Fantastisch.